vriend. We zitten in de auto met ons makkermaat Alex. Ik heb het jullie al de hele week verteld, maar vandaag is het tijd voor DEFCON 1 voor het eerst. Grote blij. Ja, hele grote blij. Oh, hier ben ik zo blij van. Het is gewoon, we hadden net al een paar nummertjes aanstaan en ik kreeg helemaal kippenvelletje. Helemaal blij, helemaal zin in. Gisteren ben ik natuurlijk ook naar een festival geweest, maar dan moest ik boppen. Vandaag niet. Ik ga vandaag naar de ratten, jongen. Ik heb er zin in. Ik wil gewoon zeg maar op het randje van coma liggen. Nou ja, dat komen. Oké, wat we nu gaan doen... gaat heel veel geld kosten. Ook dat, maar is gevaarlijk. Ja, nee, ik heb er zoveel zin in. Dat is niet normaal. Ik heb in voorgaande vast natuurlijk ook al verteld dat DEFCON een festival is waar ik echt vanaf mijn 13, 14 al heen wil. Nou ja, tot je 18e kan het sowieso niet. Op 18 had ik geen vrienden die wilden. En toen 19 corona, 20 corona. Nu ben ik 21. En is het eindelijk tijd voor mijn eerste keer DEFCON. We gaan samen met Jens, Arletta en Sarah en Aram. Sarah is de zus van Jens en Aram is haar vriend. Hele lieve mensen. Daar meeten we zometeen ook mee. Want we zitten nu met z'n tweeën in de auto. Maar we meeten zometeen met... Sarah en Aram, want het is natuurlijk in Biddinghuizen. Dus wij rijden via de Lelydijk en hun komen vanaf Texel. En dan wachten we even op de, of voordat we de Lelydijk op gaan rijden, dan wachten we even op hun. Maar tot die tijd kunnen we even lekker beuken in de auto. Yo, 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 yo! Dikke toeter erop. Hebben we er een beetje zin in? Gek. Nou, herenigd met een groep, of herenigd, niet dat we ze eerder gezien hebben, maar we zijn compleet. Dus we rijden die kant op de dijk over en we hebben gewoon de navigatie op Walibi staan, want het is natuurlijk bij Walibi. En het plan is, we hebben een camping voor vanavond, maar daar kunnen we pas vanaf 2 uur inchecken. Nou, het is nu 11 uur ochtends, dus we willen eerst even naar DEFCON zelf. Dan doen we eerst even een watertje, want ik en Aram, die moeten dan even de auto's daarna naar de camping brengen, dat we in kunnen checken. Gaan we met z'n allen even de tent opzetten en daarna gaan we terug en dan gaan we helemaal tot het gaat. Feestie. Helemaal naar de ratten. Ik heb er zoveel zin in. Het is echt ongelooflijk. En in eerste instantie zou Alex eigenlijk helemaal niet meegaan. Maar de afgelopen week was het gewoon spontaan. Oké, is goed. Ik koop wel een kaartje. Ja, ik vind het zo leuk dat je meegaat. Ik ben ook echt benieuwd hoe je het gaat vinden. Omdat je de vorige keer met 5 mei ging je natuurlijk ook wel lekker. Ja, dat was leuk. Ik wil je wel genieten. Want normaal gesproken ben jij een beetje van de metal en zo, toch? Ja, ik luister meer metal ook. En dat soort muziek. En het is niet helemaal mijn straatje. Maar op zo'n feestje vind ik het wel leuk. Ja, dat is top. Dus vol gas genieten. Jens, die is er al trouwens. Die heeft de afgelopen 3 dagen gewerkt op het festival. Dus Jens, als je dit kijkt, ik hoop dat je naar je zin hebt gehad. Ik hoop dat je nog een beetje fit bent, want anders ga je er echt af vandaag. Maar dat gaan we vanzelf wel zien, joh. Ook gewoon leuk dat we dan na het festival op zo'n camping staan. Lekker afterparty nog met z'n allen. Ik heb daar zoveel zin in. En ik zei dat ook tegen Alex. Misschien is er een kleine kans dat als we naar de camping gaan, dat het gaat omweren. Dus dan hebben we nog wat om naar te kijken terwijl we shitfeest zijn. Ja. Dat is toch prachtig? Hoop dat de tent blijft staan. Ja, dat wel. Nou, overdag wordt het zonnig. Ik heb mijn zonnebrilletje uiteraard weer mee. Alex heeft mijn zonnebril op zijn neus zitten. Yes. Lekker, joh. Nou ja, in ieder geval lekker de dijk overrijden. En dan is het zoeken naar een parkeerplek. Goedemorgen. Het knipperlicht staat aan naar links. We gaan het terrein op. Hier is de parking voor DEFCON als het goed is. En je ziet dan van die bordjes langs de weg met DEFCON 1. En dan krijg ik al helemaal kippenvel. Yes. Ik heb er zoveel zin in. Jaren opgewacht. Altijd al heen gewild. En vandaag is de dag. We kunnen eerst dus even lekker van de sfeer proeven. En van een flesje water proeven. Want dan moet ik straks Arletta verhalen bij het treinstation hier in de buurt. Die is met de trein deze kant op gekomen. En dan moeten we dus gaan inchecken voor de camping. Maar daar komt er zo meteen. Oh, ik heb zoveel zin in Alex. Het is niet normaal. Ik moet alleen wel een beetje pipi maken. Ja, ik ook. Ik moet een beetje plassen. Kijk eens wat we hier hebben, jongens. Een parkeerkaart. Het is alleen wel een paupertje druk. We moeten even een plekje zien te vinden nu. Maar dat komt wel goed. Adam en Sarah die rijden 1 auto voor ons. Deze Golf die kwam er even tussen gedouwd alsof je haast had. Maar dat komt wel goed. Abonneer! Mijn god, nou parkeerplekje eindelijk gevonden hoor. Het is echt een mega groot terrein hier voor de parking. En je wordt telkens begeleid van je moet hierin, moet daarin. Maar ja, we willen natuurlijk wel bij elkaar staan. Maar dat is gelukt. Dus we smijten de deur dicht. Zo. En dan gaan we nu eerst even dus de sfeer proeven. En dan moeten we zo meteen weer naar de auto om Arletta op te halen. Jens komt trouwens hier naartoe. Die was op de motor. Maar die moet zijn spullen even in de auto droppen. Oké, prank. We gaan toch niet naar DEFCON. We gaan naar... Prinsessenland in Brabant. Wat ben je aan het doen? Oogdruppels. Ja. Of voor je hooikoorts. Ja. Het ding is jongens,
Jens die moet hier dus eigenlijk naartoe komen om zijn spullen even te droppen. Want die heeft natuurlijk gewerkt op het festival en die heeft spullen bij zich, die is op de motor. Maar dat is natuurlijk niet... Oh, radio! Dat is natuurlijk niet handig met betrekking tot het parkeren. Want Jens die komt hier natuurlijk heel slecht. En we moeten straks natuurlijk dan naar de camping om spullen op te zetten. Maar nu stonden we dus hier, moesten we eigenlijk gaan wachten op Jens. Maar toen keken we naar de tijd en dan moeten we ook nog daarna naar Defcon lopen. Toen dachten we, ja, voordat we op het festival staan om zeg maar de sfeer te proeven en nog niks te drinken, dan moeten we al sowieso weer terug naar de camping om de spullen op te zetten. Dus we hebben nu besloten om gelijk naar de camping te rijden. Ja, 2 tientjes voor saus betaald voor de parking hier ook. Maar goed, dat is niet anders. Doe me niet zoveel meer aan. Ik zou het raam dichten, want dat is stof. Het gaat wel lekker op Steamers. Het gaat lekker op Steamers. Ja, super. Maar ja, we rijden nu dan gelijk door naar de camping naar Mietwin met Jens daar. Zetten we de tent op en daarna gaan we gelijk feesten. Dus dat is op zich ook wel. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Maar voordat we de camping op gaan, ga ik eerst Alette even ophalen. Die is inmiddels in de buurt op het treinstation. We zijn net even kort bij de camping geweest om alvast in te checken. Maar ik ben gelijk doorgegaan. De rest is de tent aan het opzetten om Alette op te pikken. Want anders moest ze met een taxi komen naar de camping. Maar dan duurt het nog een uur langer. Ik zeg, joh, weet je, ik hou je wel op. Dan kunnen we met z'n allen de laatste dingetjes in de tent gooien. En dan kunnen we eindelijk gaan feesten. Maar man, oh man, wat een chaos eigenlijk allemaal tussendoor. Jeetje. Voor saus parkeerticket betaald bij Defcon zelf. En toen dachten we, ja, tijd kort. Nu ineens naar de camping. Oh ja, shit, ik moet de let alweer halen. Rennen. Hun de tent opbouwen. Het is echt... Oh, het is niet normaal. Maar voor de rest gaat het helemaal hartstikke goed. Het komt ook wel goed. Het is alleen... Zo, ik tufte echt 36 liter uit, hè. Maar ik wou zeggen, het komt ook wel goed. Het heeft alleen allemaal even... Ja... zijn plekje moeten vinden. Nou, dat heeft het nu. Want nu nadat ik Alette heb opgepikt, dan hebben we eigenlijk niks meer te doen. Ja, de spullen in de tent leggen. En dan is het tijd om te feesten. Ik weet nu al, jongens, ik ga huilen vanavond. Ik weet niet of het is bij binnenkomst, of bij de eindshow, of bij allebei, of de hele dag. Ik weet het niet. Ik ga het wel zien. Maar dit is... Voor de mensen die hier niks mee hebben, is het misschien heel moeilijk te begrijpen. Maar iedereen heeft wel bepaalde dingen waar je echt voor leeft. En dat is voor mij persoonlijk Defcon. Ik wil het al zo lang, jarenlang. Vanaf dat ik 13, 14 was. Ik blijf het zeggen. Ik ga er helemaal van boeren. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Ik ga Alette gewoon ophalen. En dan gaan we weer terug naar de camping. Alette! Alette! Hi liefje. Hi lieverd. Alles goed? Ja, ik zie je er leuk uit met je glitters, je leuke broek. Nou, ik voelde me niet op mijn gemak. Waarom? Ik weet het eigenlijk. Mensen gaan gewoon naar werk en zo. En ik zit er echt zo'n hoei. 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 Maar heb je er wel zin in? Zeker, jij? Ik ben al de hele dag zo hyped, jongen. Ik heb ook in de auto hardstyle gedraaid. Elke keer bij elk nummer krijg ik gewoon kipvel. Ik denk, oeh, we staan er zo meteen. Nou jongens, ik zie er natuurlijk nu nog niet uit. Dus we moeten mezelf even mooi maken. Dat gaat Arletta fixen. Dit gaat niet helpen hoor. Maar jij bent wel een verloren zaak. Oké. Okay. Maar het is een beetje pijnverzachtend als ik glitters heb. Ja. Dat ze denken, nou hij is niet heel lelijk. Hij is gewoon lelijk. Ja. Ja, oké. Neem je ook glittertjes? Hoezo niet? Is toch leuk? Eén kant even. Doe even. Nee. Makeover. Ben ik nu wel mooi? Prachtig. Prachtig. Daar doe ik het voor. Kijk, maar nu is mijn hele vinger... Je hele hand is nu glitterglammer. Ja, kijk, in de tussentijd hebben ze de tentjes opgezet. Wat een topservice, hé. Ja, maar super, dat scheelt ons weer. We hoeven ook verder niks meer op te zetten. We gaan allemaal verdeeld in de tentjestukken. Dus dat komt helemaal hartstikke goed. Kijk, dit wordt ons optrekje voor vanavond, voor Alex en mij. Dus dat komt helemaal goed. Het is tijd om de auto's op slot te gooien, spullen te pakken en te gaan naar het festival. Eindelijk. Mooi, mooi. Ik wist niet dat ze kruis had. Ja, stop. Oké, sorry. Jawel, dat is leuk. Jawel, dat is leuk. Wat moet je doen als we wachten op een taxi? Formule 1. Zo spreekt de Formule 1 af. Ja, daar komt de taxi aan. Daar komt de taxi aan. Daar komt de taxi. Taxidans. Doe de taxidans. Zitten we, jongens, in de taxi? Wat? Zo, nou top. Dit is geregeld. Scheelt weer lopen. Want lopen was het een uur? 50 minuten? 50 minuten. Ja, dat gaan we niet doen. Dit is veel beter. Nou jongens, de taxi uit. We zijn onderweg naar de security. Kunnen we even laten zien dat we geen drugs bij ons hebben. En gewoon helemaal naar de ratten gaan. En helemaal zin erin hebben. En dan denk ze, oké, prima, kom maar door. Is goed, hè, Erik. Is goed, hè, Erik. Let's go! Oh! Woo! Nice! Nou jongens, we zijn binnen. Het is tijd om helemaal uit ons dak te gaan. Oh,
Ik heb hier zoveel zin in. Als ik nu dit al helemaal zie, krijg ik helemaal kippenvel. En, Jens, we zijn er net ook terwijl de camera uit was. Maar we hebben zo vaak dit soort filmpjes gekeken dat we dat doen. En nu zijn we er gewoon! Ik heb hier zoveel zin in, dat is niet normaal. Maar goed, we gaan eerst nog even naar de kluisjes. Kunnen we even wat spullen droppen. En dan gaan we helemaal uit het dak. Nou, dan gaat Jens hoor, nou springen. Oh, zijn bril. Lekker bezig, Jens. Je kan het ook weer niet laten, hè? Nou, zo'n thee, maat. Proost. Geniet ervan. Ik heb mijn oortjes ingedaan. Voor de veiligheid, wat zeg je? Hè? Mijn moeder is al trots op me zijn. Mam, als je dit kijkt, ik let op mijn oren, hè. Natuurlijk ook lekker eten, jongens, dus we hebben even een pizzaatje. En weet je wat we dan zeggen? Bellissimo! Bellissimo! Bellissimo, bellissimo. Nou, neem een stukje, jongen. Eet smakelijk. Jam, jam, jam. Lekker eten, jongens. Het is belangrijk, hè? Vooral de drank wordt veel te snel dronken, dus we moeten ook even goed in bodemtje leggen. Ik heb nog niet zoveel gegeten vandaag. Tegen balken. Is het lekker, jongens? Proost, hè? Zo lekker weer. Er werd eerst nog verwacht dat het misschien zou gaan regenen, maar dat gebeurt gelukkig niet. Maar het is wel lekker warm, maar het regent niet. Het smaakt chill. Echt top. Deze pizza is zo lekker. Niet normaal. Ja, niet alleen eten wordt er gekocht, maar Adam is even een petje aan het fixen. Ja, superleuk. Het is zo leuk om te zien dat er zoveel te doen is. Kijk, er zijn ook mensen aan het bungee jumpen. Hebben we over getwijfeld, maar ik denk dat het niet een heel verstandig idee is om dat te gaan doen. Kijk wat gaan, hé. Zo verschrikkelijk veel mensen. Ik kan het 1 op 10 als het goed gaat, dan 18 minuten jumpen. Is voor jou dat voor mij? Nee, als we gaan, dan gaan we twee. Ja, oké, dus gewoon 1 keer 1 op 10 en als we gaan. Dan gaan we 3 op 10. 3, 2, 1, 3. We hebben een probleem. Wat dan? We deden kans 1 op 10. Als we dat goed hadden, moeten we bungee jumpen. We zijn allebei 3. Ja, maar er staat sowieso een hele lange rij. We kunnen sowieso even kijken. Als er nou een korte rij staat, ga je niet doen.
onder de 100 euro is het goed dan. Ja, je mag eigenlijk de regel van 1 op 10 niet verbreken, maar ik twijfel echt heel erg. Want het is waarschijnlijk heel erg duur, je moet ook lang wachten. Dus dan ga je ook weer heel veel andere dingen missen. Wat we kunnen doen, we gaan met deze een keer buntje jumpen. Dan gaan we deze keer buntje jumpen. Gaan we doen. We gaan binnenkort een buntje jumpen. Het kan bij Scheveningen, bij de vier, hè? Wat zeg je? Het kan bij Scheveningen, bij de vier. Ja. Bij boven het waterbuntje jumpen. We gaan een keer buntje jumpen, bij deze. Kijk wat hij gescoord heeft, hoor. Hé, maar had jij door dat je bij de exit naar binnen liep en een hele rij voorbij liep? Pas toen we bij de kassa stonden en toen ik zag dat Aletta zeg maar samenwerkte met degene die achter de kassa stond, toen begreep ik van, volgens mij hebben we zeg maar 100 man voorgedrongen. Ja. Maar dat maakt niet uit, want je hebt een petje. Zo is het. Kijk, Aletta heeft een heel mooi Defcon topje. En een waaier. En een waaier, ook nog. Leuk hoor, nu kunnen we er weer helemaal tegen gaan. De volgende stage, allemaal stages met verschillende muziek. Even kijken wat dit allemaal is. Lekker reven. Tonight.
this was a Q-dance event. Yo! Dikke toeter erop. Goedemorgen! We hebben zo vaak dit soort filmpjes gekeken dat we dat doen. En nu zijn we er gewoon! Hey, man, fuck! Wat is die gek, hè? Wat is die gek? Clip die even in de vlog.